Een nieuwe week, een nieuwe goede vraag om te behandelen. En dat wil zeggen dat wij een vraag vanuit de community gaan behandelen en gaan beantwoorden. En deze week komt de vraag van OkapiFanDutch op YouTube. En die vroeg zich namelijk af, wat gaat de toekomst van gaming worden? Is het VR? Is het iets anders? Hoe gaat gaming eruit zien in de toekomst? En dat gaan wij behandelen in dit potje glazen bol kijken met goede vraag. Here we go! Ah, goeie frag, dat is weer een tijdje geleden voor mij. De toekomst van gaming. Right, laat ik je meenemen naar het jaar 20XXX. We gaan een willekeurig getal in de toekomst bekijken. En ik wil het liever hebben over mijn utopie voor gaming. Nou, misschien niet helemaal mijn utopie, nu ik erover nadenk. Maar in ieder geval, de toekomst van gaming. Ik denk dat bedrijven meer gaan inspelen op e-sports, omdat, ja, weet je, e-sports is nu al redelijk groeiend. En ik denk dat dat alleen nog maar meer gaat worden. Ik bedoel, kijk naar het succes van Overwatch, waar iedereen op probeert in te cashen. Kijk naar de standaard succes van League of Legends, waar je al echt 80.000 soortgelijke games van hebt. Maar ook, en dit is iets wat ik graag wil zien, fighting games. Want Tekken 7 is onlangs uitgekomen en daar zijn nu al redelijk wat toernooitjes voor. Ik heb zelf aan eentje meegedaan, werd wel helaas in de eerste ronde, eerste ronde gewonnen, tweede ronde eruit. Door de guy die het toernooi heeft gewonnen. Dat is op zich niet heel schaamtevol. En je hebt het officiële toernooi Tatakai van Tekken, van Namco, Bandai Namco zelf, van Tekken 7. En ik denk dat daar meer mee gedaan gaat worden, ook verschillende games. En dat juich ik ook wel toe, want het is net zoals met sport. Je wil, weet je, een variatie aan sport hebben. Mensen willen niet alleen maar naar MOBA's kijken. Mensen willen ook naar fighting games kijken. Of naar sportgames misschien. Ik weet niet, wie wordt de wild van een FIFA-toernooi? Er zullen vast wel mensen voor zijn. Dus mijn gok is meer e-sports. En wat hardware betreft, denk ik wel dat er een stap gaat komen. Maar ik denk uiteindelijk dat de drie main bedrijven, dus Nintendo, Sony en Microsoft, dat die een beetje uit elkaar gaan groeien. Je ziet het al met de Switch. Nintendo probeert al generaties lang een beetje zijn eigen ding te doen. Ik denk dat Nintendo blijft daar gewoon mee doorgaan, want ja, het werkt voor hun. Microsoft kan altijd terugvallen op PC. En PC, zoals we weten, is een grote markt in het hele gebeuren. En Sony wordt daarmee eigenlijk een beetje in het stof achtergelaten. Dus ik denk dat zij zichzelf moeten heruitvinden om verder te komen. Als het ware. En ik denk ook dat dat gaat gebeuren. Ik heb daar wel vertrouwen in. Dus ik hoop dat ze af gaan zien van stuff als VR. Weet je, vergeet dat. Dat is geweest. We hebben het geprobeerd. Wordt niet genoeg mee gedaan. Weg ermee. Ik denk dat er gewoon meer gekeken wordt naar individuele bedrijven en dat ze allemaal toch een eigen dingetje gaan doen. Wat dat ook mag zijn, dat weten we niet, want we hebben geen glazen bol. Wat een gigantische kutvraag. Nee, echt. Want meestal is het allemaal een beetje anekdotisch en nu is het gewoon letterlijk een potje glazen bol kijken. De toekomst van gaming, we weten niet waar het naartoe gaat, maar er zijn natuurlijk wel een aantal dingen die we kunnen hopen. En in mijn geval hoop ik vooral op meer. En dat klinkt heel leem om meer van hetzelfde te willen, maar ik wil alles meer. Ik wil dat Nintendo meer mobiel gaat en dat je dus straks ook echt een console mee kan nemen. Ik wil dat, HTC Vive goedkoper wordt en dat er meer van dat soort dingen verkocht worden. Ik wil dat alles wat we nu hebben meer is. Meer aanbod vooral, meer manieren om op te kunnen gamen. Gewoon het feit dat het allemaal een heel stuk groter wordt. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Maar ook gewoon het feit, iedereen is zijn eigen hoekje in de games. Je speelt dat genre, je speelt op dit soort manieren. Ik wil daar meer van. Ik wil meer manieren om te gamen, meer soorten spellen. Ik wil dat meer genres ontstaan en meer genres kunnen groeien naar iets beters. Ik weet niet, het zal wel een ambitie zijn die niet mag of zo, of die niet kan. Maar ik hoop vooral in de nabije toekomst dat alles wat we nu hebben, dat het groeit en dat het beter wordt. Dat consoles wel een keer 60 frames per seconde kunnen draaien. Dat iedereen straks overstapt naar 4K en we gewoon lekker op 4K kunnen blijven zitten en alles 4K draait, weet je wel. Maak alles wat we nu hebben, bedenk alles aan wat er nu niet fijn is aan games en denk van dat moet beter en gestroomlijnder en strakker. En dat is wat ik wil.
Zo simpel is het. Ik wil niet van, oh, HTC Vive moet dood of VR in het algemeen moet wel of niet iets worden. Nee, iedereen moet gewoon zijn eigen ding hebben en iedereen moet vrijer zijn om zijn eigen ding te kunnen doen in de games. Preach it. Ja, de toekomst voor gaming, joh, laten we wel wezen. De komende jaren gaat er gewoon weinig veranderen. Weet je, we hebben afgelopen jaar natuurlijk de soort van rage van VR gehad. Het loopt niet helemaal storm. Er komen wel hier en daar wat games uit. Maar joh, PlayStation VR, €400. Even duur als een PS4. Die andere HTC Vive en Oculus Rift. Weet je, die dingen die zijn gewoon twee keer een console waard of gewoon een redelijk prima PC'tje. Dus dat is een beetje de hype. Consoles en zo proberen ook een beetje motion gaming. Er zijn ook wat controllers die vooral de sticks weglaten, maar alles op bewegingen doen of op touch, zeg maar. Een soort van touch sticks. En weet je, het werkt allemaal net niet of het werkt prima, maar het is gewoon nog te duur voor gewoon de pleb consument. Dus ik denk dat de toekomst van gaming een beetje geleidelijk aan wel gaat veranderen. Maar dat echt nog wel jaren duurt voordat er weer een soort van revolutie ontstaat of zo. Weet je, Nintendo probeert ook wel hele toffe nieuwe dingen. Maar ja, weet je, daar gaan heel veel andere bedrijven gewoon niet in mee. Of niet heel spontaan in mee. Ze kopiëren allemaal van elkaar een beetje wat. En ze proberen nu natuurlijk een beetje in te spelen op 4K gaming. Straks misschien toch eindelijk 60 fps. Maar ik denk dat we vooral, zeker de komende jaren, nog heel klassiek gewoon met controllers blijven spelen. Gewoon met muis en toetsenbord. En ik denk dat dat ook gewoon de fijnste manier is van gamen. Tenminste, wat ik hoop is dat we wel een revolutie gaan zien in de soort games, omdat, ja, weet je, we krijgen heel veel sequels, we krijgen allemaal een beetje rip-offs, we krijgen heel veel games die, ja, toch allemaal een beetje op elkaar lijken. We krijgen opeens bijna alleen maar open wereld games waar de meeste mensen, tenminste, waarvan ik heel... Ik hoor heel veel mensen die scheidsziek zijn van open wereld games en bedrijven doen elkaar allemaal na. En we hebben eigenlijk gewoon een soort van nieuwe stap nodig. In gaming qua gameplay, dat we gewoon hele nieuwe manieren van gamespelen gaan uitvogelen. En ik denk dat we daar nog wel een stap in gaan krijgen als bedrijven ook steeds meer gaan durven. Want kijk, we zijn natuurlijk uit de recessie. Ontwikkelaars en uitgevers doen het weer wat beter. En ik denk dat als alles weer goed op rolletjes loopt, ik denk dat bedrijven dan toch wel weer wat meer gaan durven. En dat we daarin vooral een stap gaan zien. Tenminste, dat hoop ik ook. En dat wordt de future of gaming in plaats van alle virtual reality, hologrammen en weet ik wat voor shit allemaal die we in Back to the Future hebben gezien. En andere films uit de jaren 80. Toen alles basic was. Ja, dat was het voor deze week met Goeie Frag. Dat was ons potje goeie glazen bol kijken. Dat is wat wij denken dat de toekomst van gaming gaat zijn of waar we misschien wel op hopen. Heb je zelf nou ook een ambitie voor de toekomst? Iets waarvan je denkt van ik wil dat de toekomst van gaming er zo of zo uitziet? Laat het ons weten. Wij zijn benieuwd naar wat jullie denken dat the future of gaming is. En natuurlijk, we zoeken een nieuwe vraag om volgende week te kunnen beantwoorden. Dus stel je vraag hieronder en wie weet zien we jou terug in een nieuwe Goeie Frag volgende week. Dat was het voor deze week. Ik was Tom voor Gamersnet.nl, als altijd. De ballen, tot snel. Check de website een keer. Is leuk, is gezellig. Moet je een keer doen. En knip. En peace. En peace.